Hey Big Geeks, stap met jullie kijken naar een nieuwe video hier bij de Crowdbiz Specialist. Zoals jullie al in de titel zien, vandaag geen review, maar een unboxing. Afgelopen week kreeg ik van projectbiz.nl een berichtje op Instagram van: hey Lars, vind je leuk als we een aantal bieren opsturen? Nou, dat is altijd toch natuurlijk. Daarbij direct zeggende voor YouTube, want die stellen dat op prijs. Deze video wordt mede mogelijk gemaakt door projectbiz. Nou, bij deze dus de unboxing van de biermail die ik vandaag heb opgehaald. Bij het postkantoor. We gaan eens even kijken wat er in de doos zit. Mooi die doos waar vakjes in zitten die goed stevig zijn. Want met het besturen van eigen biermails komt het altijd wel weer van pas. En dan hebben we bier nummer 1. Dat is de Coastal Sunrise, een breakfast sour ale. En wie heeft dit bier gebrouwen? Humble Forager. Ik denk dat dit bier, dat dit een brouwerij uit Amerika is. Ik moet eerlijk zeggen dat ik de brouwerij niet ken. Even kijken. Een breakfast sour ale met peach, pineapple, vanilla beans, maple syrup, pecans en cinnamon. Erg mooi bier. Bier nummer 2. Biggest Kush. Gaaf artwork ook. The Biggest Kush is een New England style triple India pale ale van 10%. Oh, zou hier nog even alcoholpercentage van opzoeken. 6%. Maar een triple New England IPA dus van Kushua Brewing Co. Ook nog nooit van gehoord. Heel tof. En het laatste bier alweer van deze biermail. De Imagination Atrophy, een milk stout van Adroitery uit, ook uit Amerika, Virginia, ja. Met een alcoholpercentage van 7,9%. Zelfs, er staat een food pairing tip staat erop, een bier, een cheese pairing tip, een cigar pairing tip en een music pairing tip. Erg tof. Zoals jullie zien, drie hele mooie bieren van Project Beers. Waarvoor dank. Willen jullie ook deze mooie bieren bestellen? Dat kan. Ga dan naar projectbeers.nl en gebruik tijdens het afrekenen kortingscode CBS in hoofdletters CBS10 en krijg 10% korting op je bestelling. Altijd mooi meegenomen natuurlijk. Dit was hem voor deze unboxing. Vond je het een leuke video? Like hem dan even. Vond je hem heel leuk? Abonneer dan even en vink het belletje aan. Dan blijf je op de hoogte van alle updates. Hieronder in de description box staat een link naar mijn Instagram. Waar de foto's van het bier en het gedronken bier ook voorbij komen. De link naar Project Beers zou daar ook voorbij komen. Met nog een keer de kortingscode. En de link naar mijn tab waar je bij kan houden wat ik allemaal drink. Wat ik niet review. Tot de volgende keer en tot dan. Cheers.